Hoi allemaal, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van SOTV. Vandaag spelen we de wedstrijd tegen BVCB. We hebben een gesprek met Sander Fakkel, man of the match en de tegenstander. Veel kijkplezier. Ik sta hier naast Sander Fakkel. Sander, we hebben vandaag de wedstrijd tegen BVCB. Maar ik wil even terugblikken naar vorige week, want toen hebben we 5-0 verloren. Ja. Wat kan je daarover kwijt? Nou, het is jammer dat je terug gaat blikken natuurlijk. Dat het niet goed genoeg was, vooral de eerste helft. We mogen nog blij zijn met 4-0. Aan alle kanten voorbij gelopen, eerste helft. Off day. Is dat je derde off day? Nee, want het is hem ook maar één keer 5-0 geworden. En die andere wedstrijden hadden we net zo goed gelijk kunnen spelen. We verdienen het niet om te winnen. Daarvoor moeten we gewoon iets meer brengen en iets meer doen. En iets beter worden. En daar hopen we vandaag mee te gaan beginnen. Ja, want wat ik net zeg, je derde off day. Oftewel, uit de 3 wedstrijden 0 punten. En dat niet alleen, want we hebben ook 0 keer kunnen scoren. Ja. Dat is misschien nog triester. Vind je dat niet? Tuurlijk is dat triest. Maar dan komt de dag dat je gaat scoren ook weer dichterbij. En we willen allemaal dat SO wint en zij willen allemaal ook doelpunten maken. Ja. Dus het zal heel snel moeten veranderen. Ja, maar je zegt veranderen. Komt er ook echt verandering in? Soms ben je aan handen en voeten gebonden. Maar vandaag staan er in vergelijking met vorige week, zeg maar, zijn er wel andere keuzes gemaakt. Oh, oké. Maar ik denk dat je ook verplicht was om die keuzes te maken, aangezien je heel veel geblesseerden hebt en mensen die op vakantie zijn, et cetera. Ben je dan niet verplicht om die keuzes te maken? Nee, wat ik zeg, soms ben je aan handen en voeten gebonden. En een aantal jongens zijn weg of geblesseerd. Maar ik heb wel veel vertrouwen in deze 3 aanvallers. Ik denk dat ze veel kwaliteit hebben, vooral met snelheid. En als we daar dan goed gebruik van kunnen maken, ja, dan hoop ik wel dat we hier vandaag voor het eerst gaan scoren. Ja, dat zou echt heel mooi zijn. Want daar zijn als we daarbij winnen ook. Ja, dat zou nog topper zijn. heb je al eigenlijk vertrouwen in je, zeg maar, je hebt nu dan 3 andere aanvallers, maar je 3 aanvallers voorheen, die dan niet wisten te scoren in die wedstrijd. Dacht je dan niet van, oké, gaat het wel goed in, voorin in de aanval? Tuurlijk, helemaal gelijk. En daarom moet je ook handelen. En moet je spelers ook beter maken. En vertrouwen neemt af naarmate je de overwinning uitblijft. Ja, dat is zeker waar. Mooi gesproken. Even van alle negativiteit af. Ja. Vandaag BVCB op het programma. Die staan wel dan eerste, gedeeltelijk eerste. Maar heb je wel vertrouwen in dat we deze 3 punten wel op huis houden? Ja, als ik dat van tevoren niet zou hebben, zou dat heel slecht zijn. Ja. We hebben een best wel beroerde trainingsweken achter de rug, waarin er gewoon heel veel dingen ook uitproberen en gewoon niet klopte. Dus vandaag weer terug naar de basis en dat is met een keeper, 4 verdedigers, 3 middenvelders, 3 aanvallers. En geen gouden hoer meer. Moet handelen. Geen gouden hoer meer, mooi gezegd. We hopen dan dat we vandaag de punt op huis houden, zoals elke week. En dan zie ik je volgende week wel weer. Ja, zeker weten. En terwijl het team van Sander Fakkel in zwaar weer verkeert als het gaat om de voetbalprestaties, is het prachtig weer aan de Kikkershoek en komen de spelers op het veld. Voor SO zijn dat Brian de Vaal, die de geblesseerde Peter Konings moet vervangen. Dennis Grosjehan, Danny Kerpel, Dennis Outemans, Ricky Bokhoven, Giovanni Brevaert, Sander de Heus, Jeroen Eikelenboom, die een prachtig seizoen draait op dit moment in het eerste van SO. En Robin Winkels, Rodi Rijsdijk en de debutant Danny Kanters. De mannen stellen zich op het midden van het veld en geven elkaar de hand om vervolgens de wedstrijd aan te gaan vangen. SO tegen BVCB. De eerste beelden van de wedstrijd. De bal wordt hier naar rechts voren gebracht. Rodi Rijsdijk gaat erachteraan, probeert de tegenstander vast te zetten, maar die weet de bal weg te trappen. Teruggebracht naar de achterlijn door Jeroen Eikelenboom en weer wild uitverdedigen. En vervolgens komt hij op het hoofd van Dennis Groos-Johan. Hier hebben we Giovanni Brevaert aan de bal. Robin Winkels en de bal die gaat naar de linkerkant bij Danny Kanters. Danny Kanters aan de bal en krijgt hij voor. Ja, hij krijgt ervoor en daar staat Giovanni Brevaert weer. En hij trapt de bal in de goal. Eindelijk het eerste doelpunt voor het seizoen in de competitie is gemaakt door Giovanni Brevaert. 1-0. Het heeft 1 minuut, maar de 1-0 is op het bord. Giovanni Brevaert.
En dat is dan ineens heel anders voetballen met een voorsprong. Hier Dennis Grosjean die Ricky Bokhoge wegstuurt richting de achterlijn. En Ricky die houdt de bal goed onder controle en trekt hem voor. En daar is Sander de Heus en die maakt 2-0. Wat een wilde voor SO. 2-0 voor tegen BVCB en wat een mooie assist van Ricky Bokhoge. En kijk hoe dat hier met hem gevierd wordt. En we zijn ruim een kwartier verder als BVCB klaarstaat om een vrije trap te nemen. Net buiten de 16 van SO. Vrije trap wordt ingebracht in de 16. En ogenschijnlijk een makkelijke redding voor Brian de Vaal. Maar de bal die valt voor hem. En voor het intikken voor Mike Hollenberg. Het is 2-1. En we zijn nog maar 2 minuten verder in de wedstrijd. Als BVCB de hoop weer oppakt om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. En die gaat dat doen bij deze. In de 16 gekomen. Luigi Ando. En hij maakt 2-2. En dan is het weer de beurt aan SO die hier met een lange bal naar voren in de 16 komt van BVCB. Het is Sander de Heus en Ricky Bokhoge. Ricky Bokhoge. Oei, die had er waarschijnlijk wel in gemogen. Redding van de keeper. Het is 2-2 met rust. Welkom bij Luke's Bars & Kitchen. Ja, Luke's Bars & Kitchen staat erom bekend dat het echt heel erg toegankelijk is voor iedereen. Je kunt hier dineren, maar je kunt ook reserveren voor een borrel. En daarnaast hebben we ook boven een zaal die je kunt afhuren voor feesten en partijen. Luke's Bars & Kitchen staat onder andere bekend voor specialiteiten van sushi, seafood en barbecue producten. Woensdag tot en met zaterdag zijn we geopend vanaf 12 tot 12. En zondag zijn we geopend van 2 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. Dat door de coronamaatregelen, maar als die wegvallen dan zijn we tot later geopend. Tweede helft, Sinar aan de bal op Rutte. Rutte legt hem weer op Sinar en Sinar houdt het overzicht en die legt hem op de Kok op de linkerkant en die mist deze kans. Hele grote kans voor BVCB om op 3-2 voorsprong te komen. En dan SO weer in de aanval. Een lange bal naar voren en die bal die kaast op een gelukkige wijze in de voeten van Sander de Heus. Nou, die houdt de bal vast en die heeft overzicht en legt de bal terug op de ingevallen Roy van der Plicht. En Roy van der Plicht vindt het goal. Hij vindt de goal links in de hoek. Roy van der Plicht die de eerste helft is ingevallen voor Giovanni Brevaert. En in de ochtend ook al een halve wedstrijd met SO 2 heeft meegespeeld. Zet hier de stand op 3-2 voor SO. En SO wil meer. Kijk eens even. Een mooie voorzet. De hoofdje van Danny Kanters. Oi, oi, oi. In een uiterste inspanning van doelman Feijen. Die redt deze bal. In de tussentijd heeft er een wissel plaatsgevonden bij SO. En heeft Sander de Heus het veld verlaten voor Ingmar van Brugge. En nu Danny Kanters aan de bal. En kijk eens even hoe handig die is. Danny Kanters. Jawel. Hij prikt de bal precies in hetzelfde hoekje waar Roy van der Plicht het ook eerder deed. Links in die goal, dat hoekje van die goal is goud waard. Danny Kanters, heerlijk. Wat een debuut heeft die man. 4-2 voor SO. En alles wat SO is, is euforisch. Want 4-2 tegen BVCB, dat is een prachtige voorsprong. Maar hier BVCB weer in de aanval. En die bal die belandt voor de voeten van Rob Rutte. En die prikt hem in de goal. Ai, 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 de aansluiter is daar weer. Het is 4-3. En dan zouden die de laatste 5 minuten van de wedstrijd plus blessuretijd nog wel eens even spannend kunnen worden. Lange uittrap van Brian de Vaal en hier komt Danny Kanters op. Danny Kanters, die gaat naar die achterlijn. Hij houdt overzicht hij houdt, en hij glijdt uit en krijgt die bal toch nog voor. Belandt voor de voeten van Robin Winkels. En ja! Ook Robin Winkels weet precies hetzelfde plekje van het net van het doel van BVCB te vinden. Lekker links in het hoekje. Daar heeft de bal 3 keer ingelegen in de tweede helft. Heerlijk. 5-3 voor SO. En dat zou de eindstand zijn. De eerste 3 punten zijn binnen. Wat een heerlijke wedstrijd. En dan nemen we een kijkje naar de tussenstand in deze competitie. En zien we dat SO nog steeds op een positie staat waar we uiteindelijk aan het einde van de competitie ver weg van willen staan.
Wel met nu 5 doelpunten voor en 3 punten in de knip. Dus de aanzet tot betere resultaten is vandaag gegeven. Heijenoord op de allerlaatste plek. En bovenin zien we Xerxes DZB. En met deze wetenschap gaan we een kijkje nemen bij Lotte Vermaat. Want zij heeft een gesprek met de man of the match. Man of the match wordt mogelijk gemaakt door PeetTheFlowerman.nl. Ik sta hier vandaag naast de man of the match, Danny Kanters. Nou, we hebben eindelijk 3 punten gepakt. Zeker. En hoe voel je daarbij? Hoe heb jij het ervaren? Ik vond het een moeizame wedstrijd. Het is natuurlijk vervelend als je op 2-0 komt en daarna eigenlijk slordige wijze de 2-2 terug laat lopen tot 2-2. Ik denk dat we daarna karakter hebben getoond en laten zien hebben dat we willen winnen. En het resultaat is er, dus dat is mooi. Zeker, en het was jouw basisdebuut. Ja. Hoe vind je dat? Je speelt normaal onder 23. Yes. Is het je idee om hier verder te spelen? Ik ben hier nu 4-5 maanden geleden heen gekomen vanuit Baanbrecht onder 23. Eigenlijk meteen uitgesproken dat ik zo snel mogelijk naar 1 wil. Naar mijn zin gehad in 23 is natuurlijk mooi dat ik dan nu die stap heb kunnen maken en vandaag de basis kon beginnen. En dat is natuurlijk zeker het doel om hier de rest van het seizoen af te maken. Dus dat wel. Ja, precies. En hoe zie je de rest van de competitie tegemoet? Ja, hoopvol. Als je de eerste 3 dat ik er niet bij is, dat hebben verloren. Ja. En je pakt 3 punten en bij mijn basisdebuut, dan heb ik zoiets van smaak naar meer. Nou zeker, en het is goed gegaan vandaag. Het was een beetje een rumoerige wedstrijd, maar het is uiteindelijk goed gekomen. Je bent in ieder geval de man of the match geworden, dus gefeliciteerd. Dankjewel. En succes verder. Dankjewel. Ik sta hier naast Mike Hollenberg, de captain van BVCW. Mike, dit is de eerste keer dat jullie punten inleveren, gewoon 0 punten. Ja. Hoe voelt dat? Ja, inleveren, je zegt het goed. Ik denk dat wij qua voetbal wel iets beter waren. Maar we begonnen zo slecht, we stonden zo snel 2-0 achter. Waar we de hele week op hamerden, van joh, let nou op. Hè. En zo had natuurlijk nog 0 doelpunten gemaakt. En 0 keer gewonnen. Dus onbewust neem je dat toch mee, blijkt. En na 20 minuten stonden we er ook 2-0 achter. Ja, dan begin je eigenlijk al heel slecht natuurlijk. Dan komen we wel goed terug tot 2-2. Nou, naar rust. Nou ja, goed. Missen is knapper dan raakschieten bij ons. Ja, en dan merk je toch wel een beetje van, ja, als die er niet in gaat, dan wordt het wel een hele lastige middag. En dat bleek. SO hebben het goed gedaan. En wij staan weer met beide benen op de grond op dit moment. Jawel. Ja, het zal wel moeten als je er ineens 5 om je oren krijgt. Dan moet je weer eventjes op 0 beginnen, helaas. Ja, ik denk dat het een flinke tegenslag was. Omdat je zegt, je neemt het toch wel mee dat wij SO 0 punten hebben gemaakt. Ja. En 0 keer hebben gescoord. Ja. Was dat uiteindelijk jullie grootste oorzaak van het verlies? Nou ja, goed, ik denk het wel. Ik denk dat we misschien iets te makkelijk... Dat blijkt als je 2-0 achter staat na 20 minuten. Dan denk je er gewoon te makkelijk over. En wat ik zeg, dan sta je 2-0 achter. Dan moet je zoveel eruit halen om toch die 2-2 te halen. Ja goed, het is wel gelukt inderdaad. En in principe dacht ik zelf persoonlijk van, nou, die 2-2, we gaan er overheen. Wat de tweede helft allemaal gebeurde, ze, van alle kanten vlogen ze erin bij ons. Dus dat hebben we heel slecht gedaan helaas. Ja, ik ben blij met de punten voor SO. Maar wat is je verwachting voor aankomend seizoen? Ja, nou goed, tot vandaag dacht ik van, we kunnen bovenin meespelen. En nou denk ik van, het wordt weer een lastig verhaal. Dus, ik denk al die ploegen hier zo, het is toch allemaal het Rotterdamse. Ik denk dat iedereen heel erg aan zich aan elkaar gewaagd is. En ik denk niet dat er echt uitschieters tussen zitten. En ik denk ook niet echt dat er ploegen bij zitten die echt specifiek om de laatste plaatsen gaan spelen. Ik denk dat alles heel dicht bij elkaar ligt. Nou, dat zag je vandaag. Wij staan bovenaan en SO staan onderaan. Het zegt allemaal niks. En begin van de competitie zeiden we van, nou ja, we willen graag bovenin meedraaien. Nou goed, we gaan het allemaal wel zien. We kijken gewoon van week tot week. En na deze wedstrijd... Zal een pittig gesprek worden, denk ik, maandag in ieder geval. Ik wens je nog heel veel succes aankomend seizoen en wellicht tot ziens. Over een paar maanden. Ja? Hey, joe. Dit was SO2 voor deze week. Volgende week spelen we uit tegen Brielle. Hopelijk kunnen we daar weer de winst pakken. De week erna spelen we thuis de derby tegen Heijenoord. Tot dan!